Want je wist al langer dat je onderzoek naar dat onderwerp wilde doen. Ja, ik ben antropologie gaan studeren juist omdat ik meer wilde weten over kindsoldaten. En Sierra Leone heb ik eigenlijk ook al uitgekozen voordat ik ging studeren. Ah ja. Dus het was eigenlijk al heel erg duidelijk. Ja, ja. Ook vastberaden dus. Ja. Wat was uw shock-effect als je dan in Sierra Leone aankwam? En is uw visie dan veranderd daarop? Nou, dat specifieke voorbeeld was wel een shock-effect, maar kom ik zo op. Ik heb er in principe voor gekozen om niet meteen op oorlogsverhalen in te zoomen in mijn onderzoek. Ik wilde die jongens, want ik werkte toen echt alleen maar met jongens, ex-kindsoldaten. Ik wilde hun eerst goed leren kennen en daarna wilde ik eigenlijk pas wat weten over de oorlog. Dus ja, ik leerde hun allemaal kennen als hele normale jongeren of jongvolwassenen. Waar eigenlijk helemaal niets anders aan was dan de jongeren en jongvolwassenen die ik ken uit mijn eigen privéleven. En uiteindelijk kwamen mondjesmaat de oorlogsverhalen eruit. Mm-hmm. En gaat het ook heel erg geleidelijk en zo geleidelijk aan dat het eigenlijk helemaal niet schokkend is. En er was er één jongen, Mr. Thursday, Ibrahim heet hij in De Wil om te Doden. In Moordjongen stond hij model voor Idrissa. Van hem had ik een keer een quote gelezen van een wetenschapper. Die had het in zijn boek geschreven. Het was echt het meest bizarre verhaal wat je kunt bedenken. Over bloed drinken en de meest bizarre gruweldaden had hij op zijn naam staan. En hem ontmoette ik en toen kwam ik erachter dat dit een en dezelfde persoon was. En toen kende ik hem eigenlijk nog niet als mens. En toen werd ik heel erg bang voor hem. Terwijl ik op dat moment al zoveel ex-kindsoldaten had ontmoet. Maar hij choqueerde me om een of andere reden echt enorm. Terwijl ik ergere verhalen kende nog dan die van hem. Ja, maar dat is eigenlijk het grappige. En dat is ook de reden waarom ik dat in mijn boek, zo in De Wil om te Doden, heb ik het ook echt zo gedaan. Dat je met een shock-effect geconfronteerd wordt. Die doet eigenlijk precies dezelfde volgorde als waarmee ik het toen heb gevoeld. Het is heel erg makkelijk om naar iemand zijn daden te kijken. En echt alleen maar te focussen op wat iemand heeft gedaan. Dat maakt het namelijk makkelijker voor jou om te zeggen, dit is een vuile moordenaar. Mm. Om te categoriseren zo. Ja. Want je wil de wereld kunnen indelen in goed en kwaad. En dat maakt het voor jou overzichtelijk. Ja, op het moment dat je iemand als mens leert kennen en dus eigenlijk hele andere dingen ziet van iemand en je komt er dan pas achter, is heel iets anders dan andersom. En dan weet je ook dat je iemand eigenlijk niet op zijn daden kunt be- of veroordelen. Daarom. En had je het gevoel dat ze echt een soort tweede leven waren begonnen? Ja, eigenlijk wel, ja. 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 Het is niet zo dat ze hun verleden helemaal vergeten of begraven. Ze moeten aan de ene kant wel, want heel veel van hen kunnen niet vertellen dat ze hebben gevochten in de oorlog. Zij verzwijgen dat voor de omgeving, dus niemand weet het. Dus in principe is het een heel nieuw leven. Aan de andere kant, voor hunzelf weten ze nog wel heel goed wat er gebeurd is. En houden ze dat ook echt als les aan in hun leven over hoe fout het kan gaan. Maar ook de goede dingen die ze uit die tijd hebben meegenomen. En moeten ze hun eigenlijk vaak beheersen? Hebben ze vaak schrik of snel schrik dat ze terug die agressie zouden voelen om dat er tot een uitbarsting zou komen? Nee, want eigenlijk voor 9 van de 10 ex-kindsoldaten geldt dat zij heel erg moe waren van de oorlog en van vechten. En dat hun deelname eigenlijk veel te lang heeft geduurd. Zij hebben met eigen ogen gezien wat er van geweld kan komen. En zij willen daar ook niet naar terug. En zij zijn vaak zelfs heel erg bang als er een opstootje is op straat of een vechtpartij. Dat ze daar heel ver uit de buurt willen blijven om er niet betrokken te zijn. En heeft u vriend dat ook nog schrik dat het de oorlog terug zou beginnen en dat hij terug daarin zou geraken? Ja, dat geldt eigenlijk voor 99,9% van alle Sierra Leonezen.
Iedereen is er nog steeds bang voor. Ja. En het is in principe ook nog maar kort geleden. Het is 2002 werd de oorlog beëindigd. Dat zijn nu 2009, 7 jaar. Ja, men ziet dat er in de samenleving nog steeds niet structureel iets is veranderd. En dezelfde problemen die aanleiding gaven voor de oorlog nog steeds aanwezig zijn. En dus heeft vrijwel iedereen heel erg veel angst dat het weer tot een escalatie kan komen. Ja. Ja, in Sierra Leone is eigenlijk iedereen is moe van oorlog. En als je een oorlog wil voeren, dan moet je genoeg mensen bereid vinden die daar aan deel willen nemen en die willen vechten. En dat is eigenlijk best onmogelijk in Sierra Leone om te vinden. En dat is een heel goed teken. Dat betekent dat de bevolking echt vooruit wil. Ja. Want je kan wel als buitenstaander gaan roepen hoe ontzettend goed het eigenlijk gaat in Sierra Leone. En wat een succesverhaal er is behaald. En als je nagaat gaat het eigenlijk ook heel erg goed in Sierra Leone. Zeven jaar na de oorlog alle vijandige groeperingen zo goed gewoon met elkaar geïntegreerd zijn. Je niet meer weet wie voor welke groepering vocht. En er zijn vrijwel geen haatdragendheden meer. En al die groeperingen zijn eigenlijk uitgedoofd dan nu? Ja, die bestaan in principe ook niet meer. Zijn mensen die wel eens roepen dat ze het nieuw leven willen inblazen. Of er zijn nog wel wat echt hele kleine pocketgroeperingen over die zichzelf gewoon niet kunnen organiseren omdat ze het niet met elkaar eens raken. Het is echt een ontzettende winst. Ja. In dat opzicht is Sierra Leone echt een succesverhaal. Maar als men niet het gevoel heeft dat het een succesverhaal is. Ja, de mensen dan moeten het zelf voelen in hun leven ook. Hè? Ja, dan ben je niet bezig met wederopbouw. En dat zie je ook mensen niet investeren. Want men heeft zoiets, misschien is het morgen wel weer oorlog. Dus ik. De angst had eigenlijk, had het. Ja. In een traagheid zo. Ja. En die angst heeft wel een reden. Ja. Daar wordt te weinig aandacht aan besteed. Ja, dat is wel zo. Wat is eigenlijk de mening in Sierra Leone zelf over ex-kind soldaten? Merk je dat ze opgenomen worden? Of dat de mensen terugkijken van nee, die nemen we niet aan in een job bijvoorbeeld? Het is dubbel. Naarmate de tijd vordert, worden ze wel steeds beter geaccepteerd. Net na de oorlog en toen ik voor het eerst kwam in 2006, was het eigenlijk veel slechter dan nu. En men heeft zoiets van, hoe langer de tijd verstrijkt dat er niks gebeurt met ex-kindsoldaten, hoe meer, eigenlijk moet ik zeggen, hoe minder wantrouwen men heeft. Meer vertrouwen is misschien te veel gezegd. Want wantrouwen blijft het wel nog steeds. De acceptatie is in heel veel gevallen echt aan de oppervlakte. En men wil wel, maar toch zit ergens diep van binnen die angst. Dat deze jongens, en het, maar het geldt niet alleen voor kindsoldaten, het geldt ook voor de volwassen veteranen. Mensen die al extreem geweld hebben gepleegd. Ja, daar is men toch wel heel erg bang voor. Men heeft zoiets van ja, je kan het misschien zo weer hetzelfde worden. Opvlakkeren zo. Ja, en doordat die angst en het wantrouwen daar zo leeft, is acceptatie vanzelfsprekend ook niet geheel. Is het meer aan de oppervlakte, want zodra er iets gebeurt, een jongen woont in een huis waar iets wordt gestolen, dan is het wel meteen de ex-kindsoldaat die iets heeft gedaan. En hebben de ex-kindsoldaten eigenlijk ook zelf angst voor de samenleving die ziet? Ik bedoel, een concreet voorbeeld. Uw vriend, had hij ook schrik van het beeld dat jij van hem had, met dat je zijn verleden eigenlijk leerde kennen, stukje voor stukje? Mijn vriend is een uitzondering, want die was al vrij lang geconfronteerd met westerlingen. Die werkte al vanaf 2002 met westerlingen samen als onderzoeksassistent. Zij hebben niet die visie over zichzelf? Nee, helemaal niet. Totaal niet. Maar dat is ook, het Westen kijkt op een vrij unieke manier naar de wereld. Die trouwens echt niet overeenkomt met de waarheid of de werkelijkheid. Maar het Westen heeft dat zo bedacht om bedacht. Het niet maar om het leven voor te zetten zoals zij dat graag zou willen. Dus het geldt voor heel veel dingen. Niet alleen voor hoe kindsoldaten in het leven staan. Ja.
als jij zegt dat je heel vaak wordt geroepen, dat zijn dat je gekke apen die elkaar maar moeten uitmoorden, want ze zijn ontzettende wilde savages, noemen wij Afrikanen ook wel eens heel erg makkelijk. Ze zijn niet beschaafd en weet ik veel wat allemaal meer. Dan wil ik wel lachen, want dan zie je bijvoorbeeld, in mijn geval omdat ik uit Nederland kom, willen ze mij graag wijzen op Nederlanders die zich daar gedragen als Neandertalers. En je vergeleken bij hen heel verfijnd gedrag ziet van Sierra Leonese. Ja. Het is maar net wat je beschaving noemt, het is maar net wat je verdriet noemt, het is maar net wat je verwerking noemt of extreem. Wat wij vaak vergeten is dat je ieder gedrag en alle gebeurtenissen in een context moet plaatsen.